onder andere op John Deere, ken je dat wel, het is een geel bolletje. Heeft iets te maken met GPS, zeg ik altijd, maar met GPS, maar wat is het eigenlijk nogal meer? Ik loop hier een stand binnen, staat op Topcon Agri Culture. En hier zie ik allerlei displays waarvan ik denk van, hebben we er iets mee te maken? En naast mij staat iemand die me meer al kan vertellen. Ik zie Tim staan. Tim, vertel eens, wat zien we eigenlijk? Wat is dit? Nou, inderdaad, dus die bolletjes die erop zitten. Bij ons zijn ze toevallig grijs. En even een ander kleurtje. We zien ze hier ook op de maaien. Misschien niet waar we goed zien, maar dan gaat hij er vast netjes in monteren. Die zorgt in de basis dat de machine, in dit geval de corona maaien, een dik en dat hij netjes recht maait. Minder onderlap, minder overlap, dus alles netjes aan elkaar aangesloten. Dat, zodat de bestuurder strak maait, sneller klaar is en beter werk levert. Daar begint het natuurlijk pas, hè? Want we gaan er straks ook een keertje spuiten. Je kent wel die grote spuitbomen. Het spuitmiddel uit. Daar willen we variabel gaan doseren. Dat wil zeggen dat we op het ene stuk van het veld meer vloeistof afgeven dan op het andere stuk. Bijvoorbeeld, maar dan moet je weten hoe groot het verschil is waar het ligt van ons ja, inderdaad. Dus we vliegen er eerst met een drone overheen of een paar satellietbeelden. En op die manier weten we dan hoe of dat er grasveld er in dit geval uitziet. En zeg je, aan deze kant van het veld, daar willen we meer middel hebben, want daar is meer ziektedruk. Hè, dan wordt het gras sneller ziek of er staat meer onkruid. Dan aan de andere kant, dus gaan we daar meer gif spuiten dan aan deze kant. Maar dan en alles op basis van het bolletje. Oké, en dat is verbonden, want ik zie hier allemaal grote apparaten staan. Ja, dus in dat scherm wordt het dan weergegeven. En, wat zie je op het scherm hier bijvoorbeeld dan? Ik, de chauffeur die heeft een scherm voor zijn neus. En dan? Nou, in dit geval ziet hij de opbrengstmeter. Dus we hebben hier op de combine. Dat kun je straks waarschijnlijk wel even terugzien. Die is aan het dorsen. Alleen op de ene plek is meer tarwe vervloeid dan op de andere plek. Oké. Kan gebeuren. Hè? Heeft in de schaduw gestaan of het is nat geweest. En dan ziet hij dus hier hoeveel ton tarwe er per hectare dorsen wordt. Dat zien we hier gebeuren. Hoeveel ton dat er per uur gedossen wordt, dus hoe harder die rijdt, hoe sneller die natuurlijk per uur de tarwe naar binnen haalt. Maar je moet er enorm veel geleerd hebben dat te kunnen bedienen onderhand. Ja, ik vergelijk het altijd met een iPhone. Als we naar het scherm kijken, er zit een knop op. Die zijn eigenlijk heel intuïtief. Dit is net een veld. Dus alles wat met het veld te maken heeft, veldgrens, vlagpuntjes erop, waar een plas zit, waar een put zit. Dat is allemaal heel makkelijk te begrijpen. Hetzelfde de koppakker op deze manier. Nou, zeven. Ik was zo bijna zeggen, de samenvatting is er niet meer. Lange introductie van Tim van der Lek. Wat dus dat grijze of zo'n schele bolletje waarmee ik begon. Dat grijze bolletje in dit geval dus helpt de chauffeur. Niet alleen de plaatsbepaling, hoe hij moet rijden, maar zelfs de opbrengstbepaling. Dat ervoor zorgt de boer uiteindelijk gewoon slimmer werkt, efficiënter werkt. En met gewoon werken erbij het meest optimale resultaat voor zijn perceel kan halen. Ik zeg Tim, dankjewel.